De panna. Eigenlijk heel simpel. Dat is een soort pizza met een quinoa-bodem en een speciaal rundvlees. Halal rundvlees, goedgekeurd door de halalpolitie. Min of meer kant en klaar, want je kunt het gewoon krijgen bij de Sligo of de Hanos. Alleen je moet nog er wel iets voor doen. Wat moet je precies doen? Ja, hij komt diep gevroren uit de vriezer. En dan gaat hij onder de plaat. En nou, ik kan het je laten zien. Hij mag zo uit de vriezer de plaat op? Ja. Dus okay. Dat is eigenlijk heel simpel. En zo gaat hij op de plaat. En een bakpapiertje eroverheen. En dicht. Niet te hard aandrukken. Ik heb nu de grill op 250 graden staan. Zo. En dan gaat hij ongeveer 6 minuten en dan is hij klaar. Goed, hij kan zowel in de oven als onder de plaat. Lekker. Dat kan ook. Ja, de panna ligt op de grill. Dan zijn we ontzettend benieuwd wat de voedingswaarde precies van deze panna is en wat hij met je doet, Ralf. Ja, een prima bron eigenlijk om te herstellen. De bodem is natuurlijk een aanvulling van energie, hè, van koolhydraten. En dan heb je een goede eiwitbron, 100% rundvlees, puur rundvlees. En dat is ook een goede keuze. Onvermijdelijke vraag, maar ik heb hem bijna al door. Ik neem aan, na de wedstrijd? Na de wedstrijd of langer dan 2 uur ervoor. Vlak voor de wedstrijd is hij wat zwaar. Oké, samenvattend dus. De panna is goed om energie aan te vullen en de spier te laten herstellen. 2 uur voor de wedstrijd of na de wedstrijd. Okay. Nou Gabrielle, ik durf het bijna niet te vragen, maar hè? Zo te horen is hij goed. Het ziet er prachtig uit. Ik leg even dit bakpapiertje hierheen. Nou, wat ik doe, ik schuif hem zo op het bordje. Nou, Ralf heeft er nu al zin, ik zie het aan. Nou, dan doe je er even wat rucola op. Wat er heel erg lekker bij is, en dat is een mix van crème fraîche met ras el hanout, dat is een kruid. Even kloppen en dan doe je die eroverheen. Dat is ook heel makkelijk al voor van tevoren klaar te maken. Nou, en zo is die helemaal klaar. Ja, mag ik? Ja. Oké, tot zo. Dag.